Espinoza kan geven. Zeknini met zijn treffer, ja. De invallers doen het vandaag voor Twente en bezorgen Twente zo de 3 punten bij Telstar. En zo is Twente die vroege achterstand goed te boven gekomen. Foutje daar van de handwerker, dat levert de Espinoza deze kans op. En die wordt afgestraft meteen ook. En zo komt Twente tegen de verhouding in op voorsprong. Javier Espinoza is de man die scoort. Weer de actie goed, nu de voorzet ook. Ja, dan is het 2-0. Knap afgemaakt. Weer opgevangen door Smith. Nog een lage bal. En daar is Espinoza en die gaat voor richting van Holland erin. En maakt hij dus zijn tweede van het seizoen. Moeten zijn voor Twente. Balletje van Hulsje. Espinoza makkelijk buitenom. Ja, dat gaat wel heel makkelijk. En dan is het 1-0 door Javier Espinoza. Het meest besproken moment van de wedstrijd is hier. Boeren buitenspel, loopt naar de bal toe. Op het laatste moment zegt hij, nee, ik doe het toch maar niet. En scoort Espinoza. Maar natuurlijk moet deze treffer worden afgekeurd. Omdat Boeren bezig aan een vrij simpele wedstrijd. Want in de tweede helft kan RKC ook geen vuist maken. Espinoza vindt hier Maria, de invaller. Let op zijn bewegingen en rechts is hij niet, maar hij kan er wel mee schieten. Bewijst hij hier en daarmee zit de overwinning in de tas natuurlijk van FC Twente. Ik wil ook graag Jong Ajax aan dat rijtje toevoegen. Het begin is in ieder geval prettig voor Twente. Een blunder van Kotaski en uiteindelijk de 1-0 van Espinoza. Een fijn begin. Een schenk voor de tweede maal dit seizoen, de verdediger. Dit is Espinoza opnieuw en Brama, wat een fantastische goal. En zo komt FC Twente dus op voorsprong, op slag van rust door Wout Brama. Verder met 10 man heeft FC Twente in Espinoza iemand met een geweldige trap. En notabene de verdediger Peet Bijen met de 1-2. Weer Peet Bijen, weer belangrijk voor Twente. Wat schiet hij die bal goed in, doelman kansloos. En zo wint Twente. Espinoza. Twente in de tweede helft wat meer aandringt. Dat mag ook wel, al zijnde de nummer 4 van de ranglijst. Met het balbezit van Aitor. Die terug is van een schorsing. Aitor, prachtig schot. Een uur gespeeld. Mag allemaal door van de scheidsrechter. De scheidsrechter Martin Perez. En daar is Zeknini. Pikt de bal op ter hoogte van de middenlijn. En hier laat hij nog eens een keer zien hoe snel hij is. En is dan alle verdedigers kwijt van NEC. En daar is de openingsgoal. Voor FC Twente. Van FC Twente. Twente is de betere ploeg. Zoveel is dan al wel duidelijk. En dat wordt hier benaderd met de 2-0. Binnen een kwartier is het Ricardinho. En Oosterwijk. Oosterwijk wint Espinoza met een heerlijk balletje op Zeknini. En Twente komt al vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Telstar, de laatste weken aardig op dreef, moet winnen in Enschede. Wil het kans blijven maken op de vierde periode. En Twente, na 2 nederlagen, moet de concurrentie niet verder terug laten komen. Espinoza, Bapo, 2-5. En de schande van de veste volledig uitgepoetst. En een keertje geen assist van Andoui. Nu bereidt Espinoza de treffer voor. Espinoza. Berggren, Espinoza, Vuskic, 2-2. Weer Vuskic, Espinoza, Zeknini zelf, alles vliegt er nu in, hè. 3-2 voor Twente. Espinoza, voor het schot. Espinoza, wat een schot van de goal, zeg. Wat een mooi schot, wat een mooie goal. Het staat 2-0 voor FC Twente. Espinoza, dan gaat Aitor op het juiste moment. De vlag blijft omlaag. En dus zou dit de 1-0 moeten zijn voor Twente. En dat is het ook. Al heel snel, binnen 5 minuten. Aitor, Cantalapiedra met zijn snelheid. Is de bal nog niet weg bij Emmen? Rassen. Emmen krijgt de bal helemaal niet, hè? En dan is het schot daar en het doelpunt ook van Vuskic door het geklungel achterin bij Emmen.